Dan moet ik jullie wel zeggen, ik kan niet nadenken. Ik ben heel erg slecht in dit spel. En, oh wacht, dat was alles eigenlijk. Wow, Sanne, je denkt eens een keertje na. Ik vind het zelf ook verbazend. Hallo mensen van Gaming SB. Welkom bij een gloednieuwe aflevering van Random. En vandaag gaan wij Hearthstone spelen. Dus, wat gaan we doen? We gaan gewoon een casual, leuk potje spelen. En we zien wel wat eruit komt. Dan moet ik jullie wel zeggen, ik kan niet nadenken. Ik ben heel erg slecht in dit spel. En, oh wacht, dat was alles eigenlijk. Ja, dat is eigenlijk mijn hele Hearthstone carrière samengevat. Ik mag beginnen, yay. Ik heb echt het gevoel alsof ik altijd mag beginnen. Maar dat doet er op zich. Oh shit, wat doe ik? Ik druk gewoon op continue. Ik ben nu al niet slim bezig, weet je wel. Vooral als ik dan ook nog kom. Ik ga het ook niet de schuld geven aan het commentaar geven. Ja, weet je, dat is eigenlijk een beetje sneu. Ondanks dat het waar is hoor. Maar ja, alsnog, het blijft sneu. Het blijft hartstikke sneu. Oké, ik ben ook sneu. Dankjewel. Doei. Ja, ik denk dat ik deze ga doen. Ja, dan heb ik tenminste een minion erop staan. En dan eventjes kijken. Oké, ik denk dat ik deze ga doen. Ja, ik denk dat dat wel een goede is. Oké, ja, dat ga ik doen. Nou hoop ik dat hij een beetje, dat hij een beetje gaat verliezen eigenlijk. Dat is mijn hoofddoel, zeg maar. Dat ik niet ga verliezen. En dat hij dus wel gaat verliezen. Dat is het hele, ja, het verliesgedeelte. Oké, we gaan deze, de stunt. Ja, dat kan wel. Dat kan wel. Hè? Nou kunnen we eerst voor deze gast gaan. Ja, Weet je, hij moet toch sowieso die gast aanvallen. Gaan ze alle twee dood. Iedereen blij. Soort van. Of niet. Kan ook. Dat weten we nog niet. Dat weet je pas als je het vraagt. Dus, ik ben ervan overtuigd dat ik het niet ga vragen. Want het kost me veel te veel tijd en moeite. Oké, wat gaan wij doen? Wij gaan deze doen. Dat is die secret. En dan deze gast. Want, logica. En dan ja, gewoon op de hero spammen. Nou, we spammen niet echt, weet je wel. Spammen is meer, als je bijvoorbeeld in WhatsApp zit, weet je wel. En gewoon de hele tijd p'en of p versturen. Ja, dat is spammen. Maar dat kan ik niet. Nou, dat kan ik eigenlijk wel. Ik kan het wel, alleen ik doe het heel vaak niet. Dus nu ga ik dit doen. En dan kan ik, waar ik nu een beetje mee zit, ik kan hem sowieso niet killen als... Ik moet hem sowieso met hun, denk ik. Ik ga hun opofferen gewoon, denk ik. Dat lijkt me het handigst. En dan kan ik altijd nog deze doen. Dat scheelt. En dan moet hij nu wel... Dan gaan we alle twee dood. Maar ja, weet je, dat is dan even niet anders. Maar anders dan had hij mij aangevallen. En dan was ik mijn taunt minion kwijt. Maar dan had ik die 2-1 nog wel. Maar ja, weet je, wat heeft dat voor nut eigenlijk. Ja, het heeft wel wat nut. Maar, hè. Ja, niet zo heel veel. Het kan wel, maar. Nou en, laat mij. ik weet ook helemaal niet of dit eigenlijk wel een hele slimme set was. Maar, ja. Oké, ik zit te twijfelen tussen deze gast en deze gast. Of nou ja, dit is niet echt een gast. Maar je snapt wel, ik ga gewoon hem doen. Denk ik. Ik denk ook echt zo van. Sander, je weet niet eens wat je gaat doen. Nee, weet ik. Ik ben gewoon heel slecht. En kijk, anders dan speel ik gewoon het spel. Niemand heeft het door, weet je wel. Niks aan de hand. Maar nu is het zo van, mensen kunnen zien wat ik doe. Oh nee, weet je wel. Dat is een beetje een probleempje. Dus, nou, probleem. Ja, nee. Ja, het is wel een probleem. Oké. Nu kan ik deze gast doen. Oké, ik kan deze kill command doen. Dan heb ik nog 4 mana over. Dan kan ik nog. Ja, maar daar heb ik dan weinig aan. Om die gast in te zetten. Ik kan kill command doen. En dan is die gast dood. Maar ik weet niet of dat. Fuck it. Ik ga het gewoon doen. Ja, dat gaan we doen. En dan met hem aanvallen. En ja, dan
kunnen we nog deze doen? Want ja, die all die heeft helemaal geen zin. Want er is geen minion. Dus dan kan ik beter wachten tot hij wel een minion op heeft liggen. En ja, dat. Dus wow, Sanne, je denkt eens een keertje na. Ik vind het zelf ook verbazend. Oprecht. Maar ja. Oké, die is dood. Oh, dat is echt best wel slim. Nou, we hebben dan die twee hierheen naast. Dat scheelt. Hè? Oeh, we kunnen deze doen. Nou is het probleem alweer. Oké, ik ga deze doen. En dan denk ik deze nog erbij. Dan hebben we tenminste wat minions. Dus dat scheelt weer voor, ja, minions zijn en zo. Ja, dat een beetje. Oké, dus we hebben nu redelijk wat damage gedaan. Het vervelende is dat hij geen spel doet. Dus deze secret hebben we niet echt heel veel aan. Deal 1 damage to all minions. Dat is wel ver. Oh, dat was eentje. Oké, dat is nice. Deal again. Kom op, gast. Ik ben hier niet voor mijn lol. Weet je wel. Ik ben hier om te winnen. Dus doe eens eventjes niet zo moeilijk. Die armor vind ik op zich nog niet zo heel erg. Ik vind die wapen die hij nu heeft, vind ik erger dan zijn. Hoe heet het? Zijn. Hoe heet het? Zijn armor. Ja, dat woord zocht ik. Waarom kon ik er niet opkomen? Ik heb het letterlijk gewoon een paar seconden geleden nog gezegd. Give a friendly. Oeh, kijk. Dat. Ja, dat ga ik doen. Dat ga ik doen. Dat is echt geweldig. Oké. Oh, ja. Nice, hij heeft opgegeven. Dus dat betekent dat we hebben gewonnen. Woehoe, jee. En hierbij sluit ik deze mooie aflevering van Random af. Vond je dit een leuk video? Dan een blauw duimpje omhoog. Als je niet vertel je waarom. Dan zie ik jullie een volgende keer. Laters.